Ja, een CNC vind ik toch wel meer dingetjes op zitten. Dat is, eigenlijk zit alles bij elkaar, mechanisch, elektronisch, pneumatisch. Ja, mijn droomwerk is eigenlijk al een heel eind dat ik nu aan het doen ben. Vooral gewoon dat ik zelfstandig de storingen mag oplossen bij klanten, onderhoud mag doen in de machine. De eerste paar weken ben ik binnen geweest. Toen werd het al redelijk snel dat ik met mensen mee op pad ging buiten. Je begint voornamelijk met onderhoud en daarna ga je steeds meer grotere dingen doen of storingen. Ze zien vanzelf wel of dat je iets kunt of niet. En ja, waar ze nou in het begin je hele hand vasthielden, is nou nog maar ja, misschien één keer in de week dat je vinger vast mag houden en de rest is het succes. De klant die heeft toch een bepaalde verwachting dat die machine weer produceren gaat aan het einde van de dag. En als je het dan toch opgelost krijgt en ook de complimenten van de klant krijgt, dat is voor mij nog steeds het allerleukste aan het werk. Ik denk wel dat wij een echte team als buitendienstmonteurs hebben. Want je merkt wel als je een keer vragen hebt, is niemand die nee zegt. Maar als je dan ook nog kijkt, als je met andere collega's praat die met een hele andere machine zijn, die een hele andere filosofie hebben. Daar kun je ook gewoon uren mee praten, daar is het gezellig mee. Die hebben een hele andere kijk op machines, maar toch weer dat je het samen voor elkaar kunt krijgen. Op het moment zitten wij met 5, 6 man van een jaar of 20, 21. Dus je hebt ook wel jonge collega's om je heen die je graag iets willen leren, die je graag op sleeptouw willen nemen. Ik denk dat verschillende leeftijd alleen maar positief is. Dat het toch wel fijn is als je ooit meer mensen van je eigen leeftijd ook hebt. Om, ja, het is ooit ook net fijner om vragen te stellen misschien. En aan de andere kant is het natuurlijk ook fijn dat je oudere monteurs erbij hebt die toch meer ervaring hebben. Dus die je ook altijd over dingen kunt vragen en die je ook helpen. Dan vind ik het mooiste voorbeeld nog steeds de vrijdagmiddagborrel. Op het moment dat je er bent, dan kom je er eigenlijk ook niet zomaar mee weg. Want ja, we hebben heel veel verschillende factoren. We hebben monteurs, we hebben verkopers, we hebben mensen die in het magazijn werken, mensen die administratie doen. Het zijn eigenlijk compleet verschillende beroepen. Op het moment dat je eigenlijk vrijdagmiddag bij elkaar zit, dan maakt het niks uit wie wat doet. Ja, dan heb je het gewoon uren gezellig met elkaar en aan het einde van de rit ga je naar huis en dan kun je maandag weer met een frisse zin er tegenaan. Natuurlijk vanuit de fabriek zijn ze ook continu aan het ontwikkelen, verdere ja, automatisering. En dat is voor ons ook natuurlijk, denk ik, in de toekomst ook blijven wel nieuwe dingen om te leren. Ik volg een werk-leertraject, dus dat betekent dat mijn werk centraal staat en daarbuiten volg ik een studie. Qua studie kost natuurlijk ook veel tijd. En daar heb ik in overleg met mensen bij de grote in ieder geval een mooie evenwicht in kunnen vinden om toch genoeg tijd te hebben voor mijn studie. Op het moment dat ik het rustig heb met school, dan is er de optie om meer te werken. En op het moment dat ik het heel druk heb met school, is het er een optie om iets minder te gaan werken. Uiteindelijk zou ik toch wel graag willen doorgroeien naar meer storingen en grotere projecten. Maar op dit moment ben ik dan onderhoudstechnicus, daar wil ik graag door laten groeien naar storingstechnicus. Dat is gewoon dat ik continu storingen in de CNC's aan het oplossen ben. Jij moet goed kunnen samenwerken. Jij moet ook apart, ja, op je eigen kunnen werken. Ja, doorzettingsvermogen dat je toch alleen uiteindelijk wel tot oplossingen kunt komen. Passen in je werk. Doorzettingsvermogen en ook al interesse overal inhouden. Ja, ik denk vooral ook door de werkplezier die hier is. Er zijn heel veel personen die al langer hier werken dan dat ik oud ben. Dus dan wil ik heel erg zeggen dat het hier goed zit. Het is natuurlijk een fijne groep collega's die altijd willen helpen en ja, een jong team. Vooral voor de gezelligheid en de mooie machines die wij aan mogen werken. Ik zit hier heel erg goed op mijn plek, ja.